Ik had het idee dat er een ongelooflijke druk op mijn schouders lag en dat ik misschien nog te jong was en te onervaren als voorzitter. Ik voelde me alsof ik in een te groot harnas zat. Ik zat er wel in, maar ik paste er nog niet volledig, omdat ik vond dat ik de erfenis van het radicale Vlaams nationalisme in mijn handen had gekregen. Radicale partijpolitiek Vlaams nationalisme. Radicale Vlaams nationalisme in de partijpolitiek. En ik had een erfenis gekregen. En ik was me dus bewust dat ik het Wikipedia-artikel kon zijn. Het Vlaams Belang was een politieke partij tot 2019. En de voorzitters waren Karel Dille, Frank Vanneke, Bruno Valkeriers, Gero Vannemans en Tom van Grieken, point final. Dat was de druk die op mijn schouders rustte.